Hey, yo mensen! Nieuwe keer en General M999. En natuurlijk ook Richard. Je weet zelf. Maar hij is eenzaam. Wat is hij eigenlijk aan het doen? Hij werd geroepen. Oké, nou hij komt zo terug. Maar in ieder geval welkom terug bij Project Ozone aflevering 2. En hebben we er weer zin in? Ja! Zo, dat is een stuk vrolijker dan de vorige keer. Vorige keer kreeg je een depressieve Richard, nee. Hij zit wel in de chest nog. Kom, we gaan hem van het platform. We gaan hem op het randje zetten. Nee, dat is niet een slim idee. Ja, dat wel wat doen. Dan shockt hij. Project Ozone. Dit is goed genoeg, oh, denk ik. Experience. Oh, kunnen we allemaal weer verliezen. Oké, okay, ja. Maar trouwens, op de vorige episode zaten we op de 210 likes ongeveer. En ik had gezegd van, dan gaan we allemaal gewoon per 70 likes een chance cube openmaken. Maar eigenlijk bedacht ik me daarna dat het misschien niet een heel slim idee is om per episode 9 chance cubes open te gaan maken. Ik zeg dat we dat pas doen wanneer we wat verder zijn. Dan ja, is het risico wat groter. Ja, inderdaad. Dus nu denk ik dat we gewoon even doen per... Zullen we doen gewoon per 70 likes gewoon 1 chance cube? En meestal gaat het op mij neerkomen, want de rest is allemaal pussy. Even kijken. Dan gaan we gewoon hier neerzetten. Dan gaan we gewoon beginnen. En dan gaan we kijken wat erin zit. Let's go. Wow. Oh, oké. We hebben een klein probleem. En met een klein probleem bedoel ik eigenlijk een groot probleem. Gelukkig is het dag. Als dit nacht was geweest, was het echt ravage geworden. Maar wel één voordeel. Want we krijgen wel rotten flesh. En rotten flesh hebben we nodig. Dus zo zie je maar weer. Elk nadeel is voordeel, Maries. En we krijgen ook looting bij. Oh, dat ben jij. We hebben rotte flash nodig, hè, trouwens. Dan kunnen we waarschijnlijk een sugarcane komen en unlock dat hoofdstukje. Ah, zo komen we daar dus. Ja, denk het wel. Oké, okay, even kijken. Want met rotte flash kun je volgens mij, Even kijken hoor, dan kunnen we dirt mee maken, dacht ik. Heel veel dirt. Als we dirt 7 krijgen we seeds. Even kijken. Ja, ik heb 1 rotte flash nodig. Ik heb leaves nodig. En ik heb zand nodig. Dus laten we allereerst even wat shears gaan maken. Weet jij of shears ook werken met fly miner? Ik denk het wel. Dat is toch de snelle mijn ding? Ja, ja. Ja, ik denk het wel. Even kijken, waar is iron? Hier is iron. We hebben echt heel veel iron, hè? Waar laten we die essence zooi eigenlijk? Essence? Gewoon... Die XP bedoel je? Nee. Die minuscope essence. Die je krijgt van zombies. Oh, die. Dat weet ik niet. Oké. Okay. Maak wel even een nieuwe kist ervoor. Ik heb trouwens ook looting bags, hè? Ik heb best wel een goede. Ik heb een epic looting bag. Wat? Oh! Dit is echt fucking OP gek. Wacht, moet je opletten. Wacht, is dit slim om te doen? Ik zet hem neer en dan moet je even kijken of het slim is om hem te laten groeien. De rubber? Ja, dan kan je gewoon groeien. Oh, dat werkt niet. Oh, ja, dat werkt al. Fuck! Ah, ik zit vast! Nee! Dit is... Je kan gewoon een blok breken, dipshit. Nee, dat kon niet. Ik zit in die fucking boom! Ja, ik ook. En ik kan hem gewoon breken. Ja, maar ik zat echt vast. Wat? Waar ben ik überhaupt dood? Waar ben ik gespand? In de boom. Ik zit fucking. Ik zit fucking hoog, volgens mij. Je zit denk ik op de boom. Nee, dit zijn awkward situations. Waarom heb je ze die grote geplant? Hè? Ik dacht dat het kleintje. Nee, daar zei ik van. Ik laat aan jou zien of het slim is om te doen. En jij zegt met volle fucking blijdschap, zeg jij ja. Oh mijn god, wat heb je gedaan? Ik ben verzeild geraakt in een klein probleempje. Laten we daarop houden. Slow maar niet snel breken, want dan crasht de server in één keer. Ja, dat ook. En Quinn crasht ook weer. Ja, maar die boom zit er gewoon 300 blokken de lucht in. Fijn dat je me gerust stelt. Als het niet meer is, volgens mij is die 1000 blokken hoog. Oh, wacht, ik kan het natuurlijk gewoon zien wat mijn ei is. Mijn ei is 156. Ja, en mijn ei is... Heb jij toevallig wat appels 83. Voor me, Maries? Huh? Je hebt toevallig wat appels maar, voor me. Maar weet je wat voor probleem wij nu hebben, hè? Want elke keer dat wij spannen nu, spannen wij midden in die boom volgens mij. Nee, ze hebben het platform weggehaald, daar waar die op ging. Dus we spannen nu weer beneden. Oh my god, Maries, check dit. Oké, boys, ik ben bijna terug op het platform. Hoe doe je dat? Gewoon goed zijn. Gewoon naar beneden hakken. Laten we zeggen dat we goed zijn niet Maries. Moeten zeggen. Ja. Laten we even zo staan. Waar is die pool? Oh, daar is die pool. Als ik erin spring, ben ik echt master. Hè? Wacht, kan ik hier langs? Ik kan er denk ik wel langs. Nee. Oh!
Woe. Die is al gek. Hé, waar is die pool? Die heb je gedicht, flikker! Good luck, Quinn. Ha! Ah, is hier dan laatst gekomen? Ja, dacht ik al. Ha! Klik! Nee, doen! Oké, okay, maar nu is probleem 1 opgelost. Nu probleem 2, want ik ben ook mijn spullen. Waar zijn mijn spullen? Oké, okay, maar we hebben dus goed nieuws. En nog meer goed nieuws. En nog meer goed nieuws. Namelijk, de boom is weggehaald, want het lekte echt ontiegelijk erg. B, ik heb mijn graf terug. Die lag namelijk hier onder de grond. En 3, we hebben rubber for life. Denk ik. Yay. En heel, ook heel veel... silkworms. Ja, maar wat hebben we aan silkworms? Nee, gewoon, dan kunnen we dit doen. Nou, nu komt het hoor. Oh ja. Richard, kan je alsjeblieft ophouden met die fucking... Laat ik maar, dat ga ik niet zeggen, dat is fucking naar. Doei! Oké, maar vanaf nu zijn denk ik de secret... Oh, ik heb er nog een, hè, secret urban sapling. Ja, gooi die maar gewoon van het platform af. Wat moet je van het platform af gooien? Nee, dat is de sapling. Nou, ik had niet zoveel lek toen hij helemaal geplant was. Ja, ik ook niet. Hem ging breken. Wat zit er allemaal in die chest? Nou, dat maakt verder niks uit. Oké, jongens. Niks. Het was een genoegen om kennis te maken met de secret urban sapling. Oh. Vaarwel. Quinn. Ga jij erachteraan? Nee. Oh. Ja, wat is er? Ik heb hier al die essence in zitten. Oh, dat is goed. Oké, maar ik heb nog een reward back, hè. Ik heb ook nog een uncommon looting back. Oh, mana steel. Oh, een bucket. Waar is dus mijn boek? Die ik net hierin heb gedaan. Dat heb ik, denk ik. Hier. Mag ik even zo'n boek hebben? Hoop. Ik heb mana steel. Oké, maar wat ik denk even ga doen. Ik heb trouwens wat iron gesmolten hier. Hé, hey, Maurice, trouwens. Ik zei dat ik iron had. Kijk dan. Ja, ik geloof je wel. Welke quest hebben jullie ge... Nou, niks, we hebben alleen chestjes open gemaakt. Oké, okay, maar ik was fucking dom. Ik had namelijk mijn recording uitgezet. Richard, het is allemaal jouw schuld. Alles is Richard's schuld. Maar wat we eigenlijk helemaal gemist hebben is het opzetten van de farms hier zo. Vandaar dat je dat niet aan het maken bent. Oh shit, we hebben namelijk hier, hebben gewoon door middel van het 7 van dirt, hebben we eigenlijk gewoon allemaal soorten seeds weten te verkrijgen. Waaronder wat sugarcane en wat andere random dingetjes. En natuurlijk kan je dat gewoon allemaal laten groeien door middel van je ding, door middel van je gieter. En daarmee hebben we gewoon een boek in elkaar gezet en nu kunnen we verder. Wat de fuck doe je? Oh, lol. Hadden we niet afgesproken dat we dat niet hier gingen doen? Dan kan je verdubbelen. Richard, we hadden dingen afgesproken, je houdt je er weer niet aan. Maar ik heb in elk geval nu een engineer's manual. Nu kunnen we wat meer technische dingen gaan doen. En dat niet alleen, want we hebben namelijk hier ook een aantal dingen. Even kijken, wat de fuck zit ik nu? Ik zit nu bij cold storage, hè? Oh, je kan ook gewoon op dichte dingen klikken, wisten jullie dat? Op opdrachten die je helemaal niet unlocked hebt, kan je ook gewoon klikken, wist je dat? Nee. The fuck, dat kan ook gewoon. Misschien is het een glitch. Ik weet het zo niet. Kan je ores verdubbelen, Maries. Als je gravel zooi hebt, en die ga je dan weer minen met je zooi. Ik zie bijvoorbeeld gravel iron ore, die mine je en dan krijg je daar een hogere kans om 5 of 6 te krijgen. En dan kan je het weer verdubbelen. We moeten trouwens ook echt even een monster farm gaan werken, want we moeten een enderman en een skeleton en een creeper. En een enderman? Enderman. Wat ik wilde maken kan al niet. Oké. Okay. Rip. We hebben nog geen... Trouwens zijn alle barrels opgevuld met water, hè? Dat weten jullie. Ja. We hebben nog geen lapis, dat is het probleem. Kunnen we zand in doen, krijgen we veel klei eruit. Rip. Je weet dat dat totaal niet uitmaakt, hè, Quinn, want je kan er gewoon shit in douwen. Ja, I know. Maar alsnog. Oké, maar even kijken. Dan ga ik wel even wat technische shit doen. Nu. Wat kun je me doen? Tinker's Construct. Ja, dat doe ik misschien ook daarna wel even. Kijk wel even. We kijken wel even. Daar was ik nou aan het kijken, want ik zat naar die quest te kijken, maar ik heb geen boekje meer. Oh ja, je krijgt die van mij al. Hero. Nee, ik heb we hebben industrial hemp seeds nodig. Hebben we dat? Volgens mij niet. Industrial hemp seeds of zo. Weet ik niet. Volgens mij niet. Nee, die hebben we niet. Hoe kom je eraan? Moet je het ook gewoon met 7 doen? Ik heb geen flauw idee. Kijken. Industrial hemp seeds. Even kijken. Oh, die heeft een crafting recipe. Dat is nog interessanter. Misschien moet ik even gewoon de engineers manual gaan lezen. Even kijken. Update overview en resources. En dan industrial hemp. Geen zin in Tinker's Construct. Ja, maar ik weet niet hoe ik dan moet beginnen met dit. We moeten dat waarschijnlijk ik zat te kijken of ik misschien verder kon in dat boekje naar de quest of een Tinker's Construct. Maar daar moeten we een cobblejam voor maken en hebben we lapis lazulis voor nodig. We hebben toch een beetje lapis, of niet? Nee. Helemaal niet. Bij mij weten niet, ik kon het nergens vinden. Is dat het? Nee, dat is niet. Fuck. Nou, maar niet uit, maar we hebben toch een... Ik kan wel even wat lapis maken. Hier, oh mijn god, ik heb hem. Ik ben fucking beast. Ik heb zoiets van, waarom kunnen we niet gewoon een een mobgen maken? Want die hebben we toch nodig. Ja, weet ik, maar laat mij dan even maar beginnen met het andere. Kan je even wat cobblestone voor mij maken? Ja, hier. Waarom ook even die flux infuse? Welke farm is dat over dan? We hebben helemaal geen farm. Linker, wel hier. Laat maar. Even kijken, ik heb nu een industrial hemp plant. En kan ik die gewoon shiften? Gewoon zo?
Nee, dan moet ik het wel met een gieter doen. En dan hoop ik dat ik hier meer seeds van krijg. Want ik heb er in totaal 4 nodig en dan kunnen we gaan claimen. En we moeten trouwens ook aan een big reactor gaan werken, zag ik. Hoe de fuck willen we dat nu al gaan doen? Nou, dat weet ik ook niet. Volgens mij werkt dit ook niet. Fuck me. Dan moeten we per se boomhul erop gebruiken. Dat is fucked up. Nou, dan wacht je toch gewoon lekker. Ja, wacht. Ik doe niet aan wachten. Wacht. Kan ik hem nu breken? Wow! Ja, wacht. Wow, ja, ik heb nu meer industrial hemp seeds. En ik heb industrial hemp fiber. Volgens mij had ik die ook nodig voor iets. Waarschijnlijk heb ik die voor de tweede opdracht nodig. Oh, dit werkt wel nice. Richard. Ja. Wil je ook even? Wat? Smoken leuk. Oh, je zit te bouwen, laat maar. Nee, ik krijg allemaal fucking stringachtige dingen eraf. Oké, okay, maar ik ga nog even Lucky Block openmaken. Of een Chance Cube openmaken. Waarom zeg ik altijd Lucky Block terwijl het Chance Cube is? Ik weet het niet. Kijken. We gaan hem openmaken, boys. Daar gaan we. 3, 2, 1. Bam! Wait for it. Nee, ik wacht er niet voor. Fuck dat. Waar moet... Of komt er dan een diamond naar beneden of zo? Weet ik niet, misschien. Ik ben bang. Mag dat? Nou, ik wil hem. Oké, dit is fucking lame. We openen er nog een, want hier zit geen actie in. Wow! 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 Hier wel, alleen ik had er nog steeds niks aan. Oké, weet je wat? We gaan de laatste voor het laatst bewaren. Quinten Energy. Quinten, gaan we gewoon met dat... Wow! Nee! 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 Ziek man. Nee. Wat de fuck gebeurde er? Nee. Spande die creeper in mij? Volgens mij wel. Volgens mij ook. Hij spande letterlijk in me. Ik zag namelijk in één keer een creeper gewoon voor me. Heb jij nog een cobblestone, Maries? Ja, maar eerst die slap doen. Nou, het platform was dus blijkbaar niet zo quinproof. Nee, maar hij is niet kapot. Dat is het mooie. Weet je, wat fucking mazzel aan heb? Weet je wat ik fucking mazzel aan heb? No. Dat ik zeg maar één zaadje had geplant van die hemp seeds. Quinn, kijk eens om je heen. Al die andere zaadjes zijn ook weg. Ja, maar je bent niet heel carrot. Dit was allemaal niet zo heel belangrijk volgens mij. Ja, wel, want dat was voedsel. Wat was dit? Dit zijn carrots. Wat belangrijk. Nee, dit zijn helemaal carrots en potatoes. En de sugar cane is op intact. Maar wat stond hier? Waar? Hier stond wol. Oh ja, wol stond hier. Ja, wol boeit niet zo. Maar Quinn, ga nou even met die watering can over die carrots dan zo. Dat dat kunnen groeien. Mag ik die gieter anders even? Dan kan jij verder met wat je aan het doen was. Eén seconde. Ik pak even die... Oh, geef al die wortels maar even van mij. Oké. Okay. Moet je maar ervoor opletten. Wacht, even kijken hoor. Want een normale wortel, die geeft namelijk maar 2 voet erbij. Ja, dan kan je er gold omheen doen, toch? Nee. Waarom krijg ik... Dat kan ook. Dan krijg je best veel voedsel erbij als je gold eromheen doet, maar dat hebben we volgens mij niet. Nee, maar daar hak ik niet eens over. En met dit krijg je er 2,5. Dus dat scheelt wel, als je die juicer gebruikt. Ja, ik moet even allemaal een juicer maken. Dat scheelt namelijk wel. Mag ik een juicer? Ja, die maak je met 3 stone. Ik ga er nog wel even heel snel even voor iedereen dat we in ieder geval je voedsel zijn. Oh, je hebt dat ding neergezet. Je hebt dat ding neergezet wat ik uit het ding kreeg. Uit de Chance Cube ofzo. Dat blijft wel vet, dat ding. Maar je had hem toch eerst geautomatiseerd, of niet? Met een redstone klok ofzo. Oké, dat was een goed idee. Ik sta ook in de fik. Oh, nee. Doe je Richard. Echt. Richard, we zijn weer lekker bezig deze episode. We hebben al 2 Mocha Awkward Deaths die fucking onnodig waren. Ik vroeg me af. Ik vroeg me af, ik ga boven het vuur staan. Zal ik in de fik vliegen? Ja, maar ik vroeg me af of ze dat toegevoegd hadden. Tuurlijk, het is vuur. Hebben we gravel voor nodig, zand en clay, dus dat kunnen we al maken. Dat kunnen we allemaal maken. Maar ik heb zoiets van, dan doen we nog gelijk gewoon die quest. Ja, maar... Dan krijgen we geen forts voor. Het maakt niet heel veel uit, hè, want... Als je gewoon detect dat je het al gemaakt hebt, dan krijg je alsnog die shit van die quest. Oh, dan autocomplete hem gewoon wanneer je bent. Oh, oké, dat wist ik niet. Oké, ik moet... Nee, oké, dan kan je me gewoon negeren. Als het goed is, kan ik nu claimen, maar ik denk dat ik niet... moet ik alles inleveren? Ik denk het niet. Dat is trouwens ook wel chill, want voorheen had je bij Grand Skies al dat je spullen in moest leveren, maar die hou je nu heel vaak gewoon. Ja, maar dat is wat de persoon kiest die de quest heeft gemaakt. Ja, maar dat is 10 keer beter. Want als je alles elke keer floor is, fucking irritant gek. Okay, maar kunnen we claimen? Ja, we kunnen claimen. Ik kies de linker. En dat is, pam pam pam, dat is basic. Waar heb ik ook een basic? Ik doe de middelste wel. Ik heb floor. Wat moet ik hier nou weer mee? Kan je dit plaatsen? Basic. Het is de rechter. Wow.
Die moet ik even uit me kijken. Sorry, ik heb diarree. Ik heb ook een basic. Rip. Maurice had gelijk. Wat? Ik had die bloemen beter kunnen houden in plaats van kunnen wegflikkeren. Oh, ik heb al genoeg. Oké, beter. Had je die bloemen weggeflikkerd? Nee, ik weet niet meer wat ik ermee gedaan had. Volgens mij heb ik ze in de compostbak gegooid. Sick. Dus, wauw. Hey. Ik ben soms gewoon niet helemaal slim in de keuzes. Ik ben niet helemaal gelukkiger mee. Die boomplant was ook geen gelukkige keuze. Dat was wel. Dat is eigenlijk wel een goeie. Ja, achteraf misschien, maar... Het was misschien vervelend op dat moment, maar het is nu eigenlijk best wel handig. We hebben er veel profijt van gezien. Ja, dat dan weer wel. Oké, even kijken. Wat had ik nog meer nodig? Ik had iets nodig nog. Ik weet het niet meer. Voor mijn armen. Een leven. Oh ja. Hoeveel wortelen heb je? Wat moeten we hebben? Ik heb 8 wortelen. Maar ik heb 89 carrot juice. Richard, jij hebt wel een supercoole bril. Ja, dat is niet. Heb je wat voor ze nodig? Nee, ik heb niks nodig. Wacht. Ja, ik kan het nu ook niet drinken. Dus. Oh, fuck. Oké, we kunnen als goed verklemen. Thanks. Waarom? What the fuck? Ik heb 8 pa... Nou. Dit is weer asociaal wat die game doet, hè. Hebben we nog zand ergens? Er staat letterlijk dat ik 3 iron pipes nodig heb. Ik maak 1 setje van 8 pipes en het wordt niet goedgekeurd. Oké. Okay. Dan moet je manual dit testen. Ja, dat staat er dus niet. Oké, ik heb een klein beetje zand. Niet alles, maar dat mag je dus weghalen. Waarom heb je een chance cup in je handen? Ik? Ja. Ik? Ja, je had net een chance cup in je handen. Ja, die heb ik nog net van claimen. Zijn jullie al... Jullie zijn zeker weer bang dat ik hem per ongeluk ergens neerzet. Ja. Oké, okay, nou dan open ik hem maar. Als jullie zo graag... Als ik nu dood ga, ik echt huilen. Dit is je laatste voor vandaag, hè. Ja, leg dan wat shit erin. Nee! Nee! Woe! What the fuck? Je spande weer om... Wat over... Nee! Fuck you. Wat gebeurde er? Nou, een beetje een cliffhangertje. Het was de afgrond, alleen maar onder, de void onder mijn voeten, naar ik leef weer. Ja, ik denk dat een troll was. Ik weet wel zeker. Even kijken, maar ik heb wel glas nu, dus dat scheelt weer. Nee! Ik word gepest, mama. Oké, als het goed is, kan ik nu wel claimen. Ik weet niet of Daan zo blij mee moet zijn, maar oké. Okay. Ja, we kunnen claimen. En we krijgen ook tungsten. Hoe komen we eigenlijk aan meerdere boekjes? Van wat? We hebben nu altijd een boek. Ja, we lachen er waarschijnlijk nog eentje ergens in een chest en die heb iemand gepakt. Oké, ik kies de rechter en het is weer basic. Fuck ik my! Ik heb inmiddels er wel. Oh, dit is niet eens zo slecht. Dit is niet eens zo slecht. Dit is allemaal ik van... heb een good, de middels is good. Dit is allemaal okay. Van reliquary. Dit is nog best nice. Tungsten. Oh, waarom hebben we... Dat is voor de vervolgopdracht, denk ik. Dan heb je namelijk copper wire, low voltage cable, medium voltage en high voltage nodig. Maar kan 3 stekken tungsten. Nou, what the fuck. Dat is wel chill als je het met z'n 3 doet. Dan heb je alles gewoon 3 keer zoveel. Yay. Je kan het ook gebruiken in Tinker's Construct. Oké, ik heb even stone nodig. Hoeveel heb je nodig? Wat is een smoothstone shelving unit? Oh, nee, ik heb alleen maar 3 stacks kabel. Nou, ik smelt al even wat hier. Zo, ik zie het al. Even kijken. Pakken wat kool. Bam, bam. Bam, 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 bam. Okay. Bam. En dan kunnen we zo meteen een of andere opslag maken en we kunnen weer gaan claimen. Je bedoelt die shelving unit? Ja. Oh, die wil ik ook zien, dat lijkt me sick. Nou, mij ook wel. Alleen zeg wel dat het nog een beetje buggy is, dus dat je er geen belangrijke items in moet gooien. Bam, 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 bam. Dat is eigenlijk bam. Gewoon hetzelfde als zeg maar seks hebben, gewoon, seks hebben met een condoom, maar zeg van eigenlijk moet je er geen seks mee hebben, want het kan zijn dat er een gaatje in zit. Of is dit weer een slechte vergelijking? Nee, het is een goede vergelijking, maar... Okay, het is goed, maar ook weer heel slecht. Oké. Okay. Maar, even kijken, wat had ik nou... Ik had ook nog iron nodig, en iron heb ik nog. Oké, okay, beter. Even kijken, even slaps. Die gaan we hier neerzetten. De hele tijd. Bam. Sorry, ik ben nog steeds moe, man. Hoe kan het nou? Het is fucking 2:30. Ja, maar... Ik heb fucking slecht geslapen. My life as a teenage Maurice. Oké. Okay. Waar gaan we dit neerzetten? Hier of zo? Wat dacht je van, ja, hier al achter, daar. Waar? Okay. Ja, ik zou het niet op het... Wow! Awesome. Wow! Ik zou het niet op afgrond zetten, aangezien we de dingen op gaan storen. Ah, we bouwen het plafond uit. En hoe meer chests je erop zet, hoe meer ruimte je hebt. Nee, je moet gewoon chests gooien. Hoe meer ruimte je hebt. Maak wel. Alleen, even kijken.
Ze zeggen wel dat het een beetje glitchy is, dus eigenlijk moet je geen belangrijke items erin gooien. Misschien alles cobblestone of zo. Ja, zoiets. Gewoon een soort van... Dat ziet er wel echt vet uit. Maar wacht, we kunnen het ook nog claimen ermee. Nou, wat kunnen we claimen? Ja, dat weet ik niet. Even kijken, we kunnen claimen of we kunnen gewoon weer naar reward back kiezen. Ik kies inmiddels en het is greater. Mails is greater. Oh, nice! Ik neem de rechter dan. Waarom krijgen we elke 20 seconden een fucking chance cube? Die dingen zijn rigged. Ik heb een walrus! Een walrus! Een mascotte! Een mascotte! Ik heb heel veel saplings. Ik ben een walrus aan het rijden. Wat? Oh ja, dat is dat... Yeah. Het niveau daalt weer met een seconde. Oké, nu moet je echt koken doen of zo. Wees blij. Want ik dacht namelijk dat die kabels creëerden echt gewoon echt kloot was om te doen. Maar het valt allemaal wel reuze mee eigenlijk. Oh fuck, ik moet zo nog wat meer zooi maken. Hoe bedoel je meer zooi maken? Meer groet. Wat wil je nu aan het doen dan? Tinkers construct table maken. Oh fuck, we hebben geen... Ik kan het niet oppakken, want we hebben geen ding. Rip. Nou, wacht, misschien kan ik ranchen. Dat lijkt me heel awkward als dat kan, maar nee. Wie de fuck deed dat? Alleen Maurice Hoven mis nog. Denk jij wat ik denk, Richard? Nee. Zie hem rennen dan. Rip. Oké, maar ik heb wat rubber nu. En ik heb wat koper. En als het goed is kan ik daar... Nee, niet doen. Als het goed is kan ik daar wel redelijk ver mee komen, denk ik. Hoop ik. Kan ik hier copperwire mee maken? Volgens mij is dit copperwire, toch? Ja, is copperwire. Waar ligt stone? Hey, ik heb het in mijn inventory. Mag ik wat stone hebben? Ja, alsjeblieft. Even kijken. Ben je? Oh, daar. Thanks. Voltage. Want we hebben nog best veel rubber nodig voor al die dingen. We hebben een copper ingot hier nodig en dan twee rubber aan de onderkant en de bovenkant. Hé, waarom werkt het niet? Waarom werkt het niet? Ik heb er één nodig. Dat is helemaal weinig. Zo. Heb ik low voltage. Bam. En die kunnen we gelijk omzetten naar medium voltage. En volgens mij moet ik dan alleen nog van een andere high voltage maken. Ik dacht eerst van high voltage zou weer echt gewoon rotzaam te craften. Maar je moet gewoon echt letterlijk één rubber per keer erbij voegen. Easy. Oké, dat is best wel cheap. Dan kunnen we weer claimen als het goed is. Denk ik. Kunnen we die claimen? Ik weet het niet. Claimen. Ja, we kunnen claimen. Gaan we gewoon voor de good dan? Dat is een horse armor die ik heb gekregen. De good is de hoogste die je denk ik kan krijgen. Je hebt ook greater. Ik weet niet of dat... Ja, maar die, als er één good in zit, welke was de good? Oh, wacht. Rechts. Je kan ze beide tegelijk krijgen hoor. Ik heb een creepy doll en een angry doll. Daar kon je toch iets mee oproepen? Daar kon je voor mij blazes zo mee oproepen. Oké, maar ik heb ook genoeg call. Dan komt nu eventjes de final touch van de episode. Ik heb inmiddels ook weer twee chance cube in mijn inventory. We kunnen het trouwens met de tungsten. Dan vroeg ik er al wat je ermee kon. Je kan er carbonite mee maken, of weet ik voor hoe het heet. Hoe heet het nou? Carbide ingots. Ziek. Wat je daarmee kan, weet ik niet. Dan komen we denk ik de volgende episode achter. Maar wat ik al zei, ik heb nog nooit iets met Magnetic Craft gedaan, terwijl het wel een grote mod is en volgens mij best een leuke mod is. Ik heb trouwens weer een ding gekozen, fuck. Je moet de linker kiezen, linker reward back. Oké. Okay. Nou, bij de claimen. Weet je wel? De linker is een epic. Echt? Sick. Railgun, turn, oh. Ammo. Ja, zie je, en ik word weer genaaid, want ik had een basic. Fuck me life. Wat heb je? Ik heb best wel goede dingen. Dit is echt super handig. Nou. Wat zijn dit? Oh, generators. Ja. Dat is een solo generator. Ja, waar zou ik ze neerzetten? Oh, die zijn nice. Weet niet. Deze moeten we wel goed oppassen dat ze niet weg zijn. Ja, waar maken we de flower power hook? Projectile damage 500 hearts. Anders maken we hier de power room, Richard. Hierachter. Daar. Richard. Ja. Je hebt de power. Nee, niet daar, want daar is dat voor safe ding. Dat is juist niet slim. En ik heb een railgun. Wat? Kijk, hij die hiermee opladen. Denk het. Het gebruikt RF. Helemaal zon. En ik heb ook dit. Alleen er is niet echt zon. Holy shit! Dat is fucking goed! Daar kunnen we wel echt nice dingen mee doen nu. En deze heeft ook al 10.000, hè? Want nu maar goed, wat kunnen we met de railgun eigenlijk? Dat weet ik precies. Die heb ik nog nooit gemaakt eigenlijk. Ja, Richard, geef maar jou. Want nu kunnen we ook bij de technische geld kunnen we ook misschien een batterij maken of zo. En dat moeten we ook nog doen. Oh, dit is van Open Module Turrets. Dan moet je zo'n module maken en dan kun je die turret erop zetten. Dat is wel handig, kunnen we later doen.
Inderdaad, dan hebben we geen last meer van, ja. Oké, maar we gaan, zullen we alle drie gewoon één chance cube openmaken? Nee. Nee, oké. Dan maak ik er nog eentje open. Dat was alles. Alle dirt ging weg. Ik denk dat jij naar achter werd getild. No. Wie durft hem open te maken? Wie durft? Jij. Wie durft? Hero Brian joined the game. Oké. Dit moeten we afsluiten, wegwezen. Oké, nou jongens, bedankt voor het kijken van deze tweede aflevering van Project Ozone. De volgende keer zijn we terug, gaan we waarschijnlijk wat met de power doen. En Richard gaat nieuwe standjes laten zien op de walrus. Ass to mouth. Oké, doei. Ik ben er klaar mee. Bedankt voor het kijken. Human centipede. We gaan dus vanaf nu, denk ik, gewoon per 70 likes. Of zullen we per 50 likes doen? Oké, maar bedankt voor het kijken. Na heel erg lang besluit gaan we gewoon per 50 likes gaan we een chance group openmaken. Tenminste, ik ga ze openmaken, want jullie maken toch niks open. Nee, waarom zouden we? Wat ben je aan het doen? De fuck zijn we aan het doen? Oké, voor iedereen als Justin en Maurice, sluit af. Tot de volgende keer. Dag. Doei. Bye.